bij JP, de kerstaflevering van Tim Strijnegek. Vandaag gaan we kerstmarkt Essen bezoeken en dan ga ik de terugreis filmen. Hoe ik hier terecht ben gekomen moet je even de video 1 kijken, want dan was ik met de metropolitan trein afscheid genomen. Zijn we hier in Essen aangekomen, dus dan gaan we even een stukje kerstmarkt doen. Eén is een kerstmarkt waar je geen achterlijke corona-check hebt hoeft te laten zien. Maar het ziet er best wel gezellig uit. Hier bij het houtbaan van Essen. De trein even gepland, 12:56 gaat weer de trein. Zijn we 14:30 in Hengelo. Dus dan gaan we even de kerstmarkt doen. Een van de minste kerstmarkten van de NRW is, want daar houdt het weer op. En er zijn hier veel te veel zwervers. Dus het lijkt net Amsterdam. Het is de eerste keer dat ik in Essen ben en dat op een zondag. Volgend jaar dan een andere kerstmarkt opzoeken, want deze is niet zo bijzonder. Dan nog even moeten wachten op de trein. Een uurtje. Ik wil ook nog wel even een kloewijn erin plegen. Verse kloewijn. Prost. Lekker vers. Hoort bij mijn kerstspecials. Oh ja, en ik heb ook nog een boekje gekregen. Die kerstmarkt die duurt nog tot de 23/12. En vanaf de 12 december moet je hier met een 2G in. Maar ik ben nog niet gecontroleerd. Dus ik denk dat het vanaf de 12e is. En er staat ook een U-baan netwerk in. Handig. Bloemen is op. Dus betekent dat we naar richting de U-baan station gaan. Dus met een U-baan straks naar het Hoopbaanhof in te gaan. En hier in dit winkelcentrum zit een U-baan station. Dus we gaan lekker met de U-baan naar het Centraal Station heen. We hebben hem bij Essen ook nieuwe trams. Nieuw interieur of zo gekregen, want wat ik nog kon herinneren waren van die oude trapdeurtjes. Ja, de oude metro's reden ook in Londen, dus daarom ook dit op de film hebben. De trein komt pas om 46, dus we hebben hier nog even de tijd. Zullen we even naar de McDonald's heen gaan hier? En wat is dit? Duitsland, kom op. Hebben ze nog hier een ouderwetse telefoon? Ik, jongens. Ik snap dat Duitsland een achterstandsland is, maar nu wordt het nog erger. Het leek wel jaren 40 lid. Nou, de eerste indruk van Essen Hoopbaanhof. Ik ga net meteen terug in de tijd. Oh, dat lijkt mij niet het houtbaanhof. Kijk eens waar ik uit ben gekomen, midden op een snelweg. Duitsland jongens, Duitsland, alles kan hier. Een dikke snelweg hier loopt hier langs. Ik weet niet welke autobaan het is, voor mij is het de 54. Kijk dan, dikke snelweg. Oh ja, deze komt wel even op mijn YouTube banner. Wees een hulptrop.
40 of de 52 naar Düsseldorf. Dat kun je wel opzoeken op Google Maps. Het is weer op. We gaan nu weer met het terugreis. Dan gaan we even een middag eten. En ja, ik moet toch even niet laten, jongens. Even de McDonald's Duitsland gaan eten. Want die McDonald's is hier supergoed. En als we straks dat niet meer kunnen doen door de lockdown, dan moet het dan maar even van profiteren. En een dikke, dit kent je niet in Nederland, een heerlijke McRib. En een, dit is een Singer Classic. Dit is een Singerton Burger Beef Barbecue. Een heerlijke vlees. Middag eten of smikkelen, word je aangevallen door een groep duiven. Die echt waar. En ze lopen nog naar mij toe. Ik heb niks. Nou gaan we weer terug naar het Hauptbahnhof. De trein naar Dulmen is dus een dikke dostel van de RE642. Dus we kennen een dostel mee. Tip voor de kijker, als je in Duitsland gaat in de RE2 of in de RE46. Dus zo in de tweede klas met zo'n klein aptelletje. Zo'n tip. Mooie glazen erin. En verder is het gewoon dubbeldekkers. Een stuk groot ruim. En hierboven. Ook een stuk groot ruim. En deuren blijven altijd leuk in mijn video's. Maar dat is wel een van de depressiestations van Duitsland, hoor. Kijk, dit is ook wel vol. Zo'n middelpornetje. Nou ja. Gaat op je van die lange mokstof, kun je even je beentjes trekken hier op Gronau. De trein staat hier toch 10 minuten stil. We zijn ook weer in Nederland, dus is weer een station Glanenbrug. Dus ja. Ja, station Glanenbrug. Nächste Station, Enschede. Es besteht Übergang zum Regionalverkehr sowie zum Fernverkehr. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Die folgende Station ist Enschede. Hierbei heeft u aansluiting op de stoptreinen en intercities. Dames en heren, denkt u eraan dat u bij het verlaten van de trein al uw bagage meeneemt? Dank u.
eindbestemming van deze trein. Wij danken u voor het reizen met DB Regio. Tot ziens. Oké, jongens, ik ga dit moment wel met lange trein rijden, want dan gaan we deze trein gaan we naar Hengelo in. Vier bakken. Dus luisteren eindelijk eens een keertje. Met meer eerste klas zitplaatsen, daar heb ik een probleem mee. De kerstspecials, dat is ook te einde. In de laatste trein naar huis, want we moeten in Hengelo nog overstappen op de trein die geen eerste klas heeft naar Oldenzaal. Hengelo Oost bedoel ik. Dus, de laatste trein staat er ook op, de stoptrein naar Oldenzaal, 15:18, dan is het cash special voorbij van de Tenzijndigheid Duitsland Tour. We zijn weer veilig aanbeland in Hengelo Oost. Ja, wel een beetje vroeg voor deze wanneer ik in Duitsland toe doe, maar ja, aangezien het december is, ja, het is nog november, maar ik noem het december, want het is de kerstspecial, dus het is altijd vroeg donker. Dus ja, wat je vanochtend al ziet, dan kun je geen mooie timelapse maken. Dus daardoor kies ik liever voor de ochtend donker, dan ben je terug met het licht weer. Omdat dit de kerstaflevering is, is ook meteen de laatste aflevering van 2021. Ik zeg allemaal vrolijke kerstdagen en gelukkig 2022. Dus cheers om bij z'n niks en maal. Zo even een paniekshot, ik wou net een flikstrein aanskeuren en hier ging mijn RE42 naar Münster heen, met Dossel.